Ja, dit is een middenvelder, denk ik, die rijp is voor het Nederlands elftal. Ja. Ja, je bent onder de indruk van hem? Absoluut, ja. Nee, die is zo slim en zo goed, technisch begaafd. En ja, ik denk gewoon een toegevoegde waarde is voor het Nederlands elftal. Ja, waarom dan? Waarom was hij daar zo goed op de manier van zijn voetballen. En dan speelt hij bij ons natuurlijk wel met geweldige spelers in het elftal. Maar ik denk dat hij nog meer van meer waarde kan zijn op het moment dat hij in het Nederlands elftal speelt. Dat hij daar ook een dominante positie kan gaan spelen. PSV kan eigenlijk ook niet zonder Cordado, maar ook niet zonder Prupper. Dat zijn de twee... Ja, spelers die in het middenveld enorm veel bepalen. En we hebben met Van Ginkel erbij toch een speler erbij gekregen die vooruitdenkt en de paas vooruitgeeft en probeert aan te vallen en aan te sluiten. Ja, en dat is denk ik juist de extra meerwaarde die PSV op dit moment heeft. Ja, is Hendricks dan het kind van de rekening? Ja, helaas wel. Maar in de voetbalwetten zijn er maar gaan de beste spelen. Ja. En Van Ginkel is op dit moment gewoon bij PSV in een geweldige vorm.